Hallo Queens en Kings, welkom op mijn kanaal. Ja! Het is beter zo. Ik was hopeloos verliefd, maar nu weet ik waarvoor ik vies. Ja, want het is beter zo. Ja, het is beter zo. Ik ben nu onderweg en ik ga mijn dochter naar school brengen. Ik heb straks een afspraak, maar ik weet nog niet tot in hoeverre ik jullie daarin mee kan nemen. Dus ja, we gaan een thee en koffie drinken. Dat was de bedoeling. En even kletsen over lijf. Nee, grap je? Ja, eigenlijk wel. Over lijf en waar deze mevrouw me bij kan helpen en dat soort dingen. Omtrent het vinden van een huis. En alles erop en eraan. Dus dat gaan we vandaag zien. ik ben ook super vergeetachtig. En deze mevrouw wil me ook zelfs helpen met alles bijhouden. Dus dat vind ik helemaal toppie. Dus ik ga het zien. Ik heb nog nooit met haar afgesproken. Dus de eerste keer dat ik het ga zien straks. En dan... ja, gaan we. Oh, ik dacht dat ik deze huis zou krijgen. Ik was het huis aan het bekijken laatst. Ik dacht echt... I need this house. En ik heb er nog eentje om het hoekje hier. Ga ik ook laten zien. Echt gewoon goals, like. Ik wil het gewoon blijven aanstaan. Dat het zegt van, oké, ik ben voor jou. Take me, you can have me. Just pick the keys at the door. Ja, iedereen heeft van die bakfietsen, hè. Vet cool, man. Wij willen ook een bakfiets, hè. Ik wil ook een bakfiets. Lekker zitten, hè. Oké. Ja. Kijk, deze huis. Woeps. Er zat net iemand. Ik zag je boos die keek. Ik hoop dat je het kon zien. Wow, joh. Ik kapot boos. Hij dacht, wat de fuck film je mij? Maar ik wist never dat hij aan het werk was. Sorry hoor. Jongen. Oké, we zijn bijna op school. En ik weet ook echt niet waarom ik deze bril op heb. Ik dacht om de wind tegen te houden, maar dat is ook niet echt gelukt. Dus dat gaat echt toppie, jongens. Toppie. Dus hoe ik iemand tegenkom die zeg maar op een Velische school zit. Dus we groeten elkaar zo. En eindstand... Ik ben echt erg om dit te doen. Dus eindstand, ik groet haar. En achter me loopt zeg maar een andere vrouw die ook haar kind op dezelfde school heeft, zeg maar. Zeg maar. Dus ik ben klaar met haar aan het praten. Wat eigenlijk ook al tijd trekken was, want we waren allemaal te laat. Ik was al... Ja, oké. Laat genoeg. Maar zij is nu echt laat. Zij is gewoon laat als ze aankomt. Maar die andere vrouw, die heeft net een kind gebracht. Maar kijk of ze niet achter mijn lobby. Die heeft net een kind gebracht. Ik ben er verder. En die wil er ook nog eventjes aan staan spreken. En een beetje staan kletsen. Like really. Gewoon serieus dit. Dat. Je weet dat die vrouw te laat is. Let the damn woman walk. Half tegenhouden alles. No. Doe dat gewoon wanneer de school afgelopen is. Like damn, zo'n lord. Dus ja, niks aan te doen. Life goes on. En dan moeten we het dan maar weer doen, hè. Ik ben er bijna. Dus ik zie jullie later. Ik ben in een van de bagel something. Ziet er best wel leuk uit hier. Hey. Ach, ik hou echt van mijn nieuwe statief, man. Ik word er echt vrolijk van. Super vrolijk. Fijn. Ik heb dus net mijn afspraak gehad. En het was echt super positief. Echt. Ik ben zo happy dat ik haar überhaupt haar nummer gevonden heb. Somewhere down searching for someone to help me. Ja, want dat was ik aan het doen. Oh, ik ben echt happy. Deze vrouw. She became my mom in like an hour. Ik ga een stukje ging uit het uur noemen. Zeg tegen mij, zeg maar je hoor. En nee, ik vind er echt een topper. Ze is echt een topper. En zij gaat me echt goed helpen. Ik weet het al. En binnenkort heb ik gewoon mijn huis. Motherfucking bitches. Come again. Ik doe alles toe. En dan duurt het 2 jaar voordat ik een huis heb. Nee, grapje. Nee. Ik heb gewoon mijn huis. Very soon. En ja, het komt allemaal goed. Ik wil eigenlijk wat eten. Ik heb honger om mijn hoofd. Wordt gewoon licht ineens. Woehoe. Ik loop nu richting mijn dochters school. Maar
Ik heb nog een kwartier tijd, dus ik weet niet waarom ik deze kant op loop. Ik had gewoon eten moeten gaan zoeken en dan daarna deze kant op lopen. Dus dit is echt leuk trouwens. Leuke background. Ik ga een foto maken, wacht even. Done. Bro, ik wil this car. Ik wil this car. Like, Naffie, kan je ook ooit normaal praten? Kijk dan hoe schattig. Zie je mij en mijn dochter hierin zitten? Capje dit dat. Kapot, schattig. Ik vind hem echt leuk. I want to have this. Maar ja, dan kunnen we ook echt alleen met z'n tweeën in dat ding zitten. Het is wel super grappig. Ik vind het echt leuk. Oké, we zijn dus nu aangekomen in een... We zijn aan het patat wachten. We zijn aan het wachten op patat en McChicken. Ja, en een hamburger en een... Dat is een McChicken. Chicken? Een McChicken. Chicken en een McChicken. Daar wachten we nu op. Zo. Eeuw! Ik ben bijna thuis, een van mijn huizen. En, oh ja, ik ben super moe, maar ik zit wel aan te denken nu ik dit allemaal gezegd heb. Om misschien, heel misschien, de outfitjes toch samen te gaan stellen. Om te kijken of ik wat outfitjes kan bedenken. Zodat ik echt normaal film ben, jongen. Jezus. Je hebt een fucking big ass statief en je wilt nog steeds als een iets gaan filmen alsof je lalala, weet ik veel, korte armen hebt of zo. Jongen, jongen, jongen. Goed, mensen. Ik ben bijna thuis. I'm tired. Ik wil gewoon slapen.
Maar goed, kom er eens. Zie je later. Boa moto, si mi loco, loco. Maar de gano's de frik, den die